Ja, het was echt een waanzinnige week. Met tal van dertigers, veertigers. En ja, een hele mooie 32 kilo. De week was vol met bizarre momenten. Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben met de jongens van ProLijn aan het vissen op een bijzonder water. En waar dat is, dat gaat vriend makkermaat Teun van der Laar nu eventjes aan jullie uitleggen. We zitten op dit moment op Heijbroek in België. Genaamd bij het domein Heilakker. We gaan jullie wat dingen laten zien over onze bizarre sessie op Valley Lakes. En we gaan daar gewoon een mooie recap van maken. En dat is de reden dat we hier samen zitten. Nou ja, ik wilde er gelijk wel eventjes op inhaken. Want ik volg jullie natuurlijk allemaal. Ik kom uit de stal van ProLijn. Voordat ik bij KWO werkte, zat ik ook in het ProLijn team. En ik volg die jongens eigenlijk nauw. Ik zat op Instagram en Thomas van Gestel, Nicky Olivier, Teun van der Laar en Bart Vloed zaten daar zo. En wat ik daar eigenlijk voorbij zag komen was niet normaal. Want hoe lang zijn jullie daar geweest? We zijn 5 dagen geweest op Valley Lake. Ja. En we zijn met 4 personen daarheen gegaan eigenlijk op uitnodiging van Mark. Mark wou graag ons baits gaan verkopen in zijn shop aan het water. En hij vroeg zijn eigen bepaalde dingen af en zo is eigenlijk een testsessie tot stand gekomen. Ja, om het verhaal even duidelijk te maken. Mark heeft jullie benaderd. Ja, 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 voor onze baits. Hij was op zoek naar goede baits die ook echt de groei van de karpen bevorderen voor op zijn 2 waters. En zo zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. En de ene vraag kwam naar de andere en we dachten van waarom plannen we niet een testsessie? Ja. En we gaan gewoon die kant op en we zullen wel eens laten zien wat voor bollen wij in huis hebben. Dus. Ja, wat daar is gebeurd is dus echt super bizar. Mark, waar de jongens het over hebben, is de eigenaar van het water van Valley Lake. Ja. En die heeft jullie benaderd, die wilde met jullie bolies. En die heeft zelfs een hele winkel gebouwd, zag ik ProLijn gericht. Een shop heeft hij daar gemaakt uiteindelijk met tal van onze producten, zeg maar. De Angie Squid, Nutrition, pop-upjes en dergelijke. En dat is helemaal zo tot stand gekomen. Oké, dan is alles in kan en kruiken en dan heb je contact met zo'n man. En dan zeggen jullie, kom gezellig eventjes langs bij Valley Lake. Dan kunnen jullie lekker vissen met z'n allen. Ja, ja. Hoe pak je zo'n voorbereiding aan? Wat gaat er allemaal door je hoofd? Wat moet je meenemen? Ten eerste moet je gewoon altijd zorgen dat je genoeg aas bij hebt. Je wil gewoon niet in Frankrijk staan dat loopt en dat je na 3 dagen gewoon geen bollies meer ter beschikking hebt. Dus wij als leden van een aasfirma zorgen gewoon altijd voor genoeg aas. Nou, natuurlijk zijn we eerst begonnen met een ronde om het water heen. Ja, het water verkennen, eventjes de stekken bekijken. Vanuit daar zijn we eigenlijk begonnen met stekkeuzes. Dus Bart en Thomas zijn samen gaan zitten en ik en Nicky. Ja, daarbij komen natuurlijk dan weer meteen bepaalde voerstrategieën kijken. En we zijn eigenlijk begonnen om 2 stekken grof te beginnen te voeren. Even wachten, Teun. Voor welke bolie hebben jullie gekozen om daarmee aan de slag te gaan? Angie Squid en de Nutrition. Wat houdt de Angie Squid in vooral? Ja, Angie Squid gewoon een goede voedzame body met greenlip mussels, squid flavor. Ja, boordevol vitamine en mineralen. En de Nutrition is een echte notenbolly, sterke geur. Kokosflakes zitten erin verwerkt. Gewoon eigenlijk een tegenhanger van de Angie Squid. Dus echt een visbolly met echt een zoete notenvariant. Klinkt als een killer. Zeker.
Nou, dan kom je dus aan en dan ga je voorvoeren ook. Ja, 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 dan gaan we voorvoeren. Nou, toen de stekken waren bepaald, zijn we uiteindelijk een voerstrategie gaan bedenken. Daar kwam het eigenlijk op neer dat we bepaalde stekken grof aan gingen voeren. En dan bedoel ik eigenlijk met grof toch echt wel 20, 25 kilo. Maar dat is niet op elke stek zo geweest? Nee, niet op elke stek. Gewoon eigenlijk lekker breed aangevoerd. Gewoon een mooie strook langs de bosjes gevoerd, langs de dichtbegroeide kanten. Plus minus toch wel 25 kilo, maar wat gekruste bollen, wat hennep erdoor. Flink wat babyboosters eroverheen om echt gewoon attractie op de stek te krijgen. Ja. En de andere hengels zijn we eigenlijk een beetje sneaky weg gaan leggen met wat kleinere hoopjes voer. Om zo eigenlijk de strategie af te tasten en daar eigenlijk op door te bouwen, zeg maar. Dan heb je dus een stek die wat minder voer in het begin heeft gekregen. En dan heb je een stek die heel veel voer heeft gekregen in het begin. Ja. Merk je dat daar een verschil in zit? Ja, dat merk je qua aanbeten, grote vissen? Ja, dat merkten we eigenlijk wel echt daadwerkelijk. De stekken waar wij grof begonnen te voeren, begonnen eigenlijk ook op best wel korte termijn. Dus echt, ik zeg maar 5 uurtjes daarna al, kwamen daar eigenlijk al gewoon de eerste vis vanaf. Misschien zelfs nog iets eerder. Vriend, makkermaat Thomas pakt gewoon meteen een 32 kilo van de voerstek af. Wow. Ah! Hey, let's go. Dus ja, dat bewijst ook gewoon echt dat die grote vissen gewoon eigenlijk baas willen zijn over die grote voerstek en gewoon daar gewoon meteen op gaan liggen. Ja, daar wil ik zelf ook nog wel wat over zeggen. Ik denk dat dat is en blijft echt een dingetje. Ja. Veel voeren zal altijd grotere vissen aantrekken en zorgen dat ze op een plek terechtkomen. Ja. Maar goed, Thomas vangt dus gelijk een dikke vis. Ja. Maar jij had wat minder gevoerd. Hoe ging het bij jou op de stek dan? Bij ons ging het eigenlijk ook wel goed. De hengel waar we wat meer voorvoerden leverde eigenlijk ook wel vis op. Maar wij kregen ook aanbeten langs het eiland eigenlijk waar we minder voerden. Ja. En omdat we eigenlijk als stekken hadden gekozen waar we meer hadden voorgevoerd, wilden we het eigenlijk aftasten. En na vanant we meer beet kregen langs het eiland, begonnen we daar ook gespreider te voeren. Ja, en zo ging er eigenlijk steeds meer voeren, steeds consequenter. En ja, eigenlijk de ene naar de andere hengel begon te lopen, zeg maar. Ja, oké. Dus je bent op een gegeven moment heel verspreid gaan voeren. Ja. Is dat dan ook nog een tactiek die tegenover het vele voeren heeft gestaan? Of hebben die jongens compact gevoerd? Of zijn jullie of is dat ook nog verschillend geweest? Ja, het echte grove voeren van bijvoorbeeld de 25 kilo, ja, dat gaat vaak wel echt wel gespreider. Je wil dan echt gewoon de vis in de sector houden, de vis naar een bepaalde sector toetrekken ook, zeg maar. En met de kleine hoopjes voer waar we minder bij voeren, ja, daar zijn we eigenlijk gewoon echt begonnen met kleine hoopjes om, stel dat die hengel niet zou lopen, om ook nog makkelijk te kunnen verleggen naar een ander plekje, weet je wel. Want ga je dan heel gespreid voeren, heb je toch meteen bepaalde hoekjes toch al best wel flink bevoerd. En zo zijn we eigenlijk gewoon af gaan tasten. En vervolgens ging het gewoon helemaal los. Ja, dat was een waanzinnige week, hè? Ja, het was echt een waanzinnige week met tal van dertigers. Ja, ik durf echt niet precies te zeggen hoeveel, tot de 19 kilo. We hadden in totaal 19 veertigers. Twee vijftigers, waarvan één graskarper. En Thomas pakt gewoon een hele mooie 32 kilo. Ja, en als je zo'n week dan gewoon beleeft met z'n vieren, ja, dat is gewoon top. Als je voor jezelf nou eens een punt moet opnoemen, een tijd die week, wat voor jou gewoon dacht van oké, dit is gekkenhuis? Ja, gewoon dat Thomas een 32 kilo eigenlijk vangt eigenlijk voor onze stek, want die nam eigenlijk Thomas meer op sleeptouw met Bart erbij in de boot. Ja. En hun hebben er volgens de vis nog niet geschept. Bij ons loopt weer een hengel aan. Je vangt meteen een 22 kilo schub erbij. En ja, zo ging het eigenlijk gewoon door. Dus de hele week was vol met bizarre momenten. Ja, heerlijk om zo'n week te beleven. Ja. Ik denk, samenvattend van het eerste gedeelte, dat gewoon dat voorvoeren, dat is echt iets waar je op moet hameren en niet te makkelijk over moet denken. In het voorjaar moet je voorzichtig zijn hoor, met voorbrengen. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment komt er zo'n moment aan naar de pij toe, na de pij. En het gaat vanaf nu zeker nog wel, nou, ik ben van mening dat dat het half december, misschien wel eind december kan. Dat je afhankelijk echt van de watertemperatuur en het watertype misschien. Maar, ja, precies. Maar we merken ook dat die winter steeds later beginnen. Ja, zo, hè? Klopt. Ja. En tegenwoordig, het is een bepaalde drempel om flink te voeren en meteen daarop te gaan vissen. Alleen ja, ons heeft het ook al gewoon echt in het verleden gewoon echt bizarre resultaten opgeleverd. En je moet eigenlijk ook een beetje durven voeren. En ja, we hebben natuurlijk genoeg voer bij. Dus wij bouwen ook echt graag een stek op, omdat we daar ook echt 5 dagen zitten. Ja, ja. En dus we zijn gewoon grof begonnen. En ja, zo zijn we gewoon gaan aftasten. Ja, ik denk dat er 2 dingen heel belangrijk zijn in dit verhaal. Je moet en blijven voeren, ja. Maar je moet ook en blijven vissen. Ja, zeker. Want het kan zijn dat je op een ander type water, zoals waar we nu zitten, dat je, ik noem maar even wat, hè, dat je 4 dagen voorvoert
maar dat je, laat zeggen, de vijfde dag gaat vissen, maar niks vangt. Ja. Dan is het eigenlijk nog de kunst om door te voeren. Ja. En dan zal je zien, tweede, derde, vierde nacht, dan kan dat in één keer op gaan lopen. Ja. Dus dat is zeker iets om in de gaten te houden. We wisten ook echt van tevoren zelf dat het water het ook aankon. Het bestand op het water bestaat uit vele dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers. Dus dat, je kunt daar voeren. De vissen die zijn groot genoeg, die eten genoeg op een dag om daar aan te kunnen. Ja. En dat is uiteindelijk wel een leermoment geweest daar ook weer. Gewoon, dat daar gewoon moet kunnen. Maar dan heb ik gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja. Want jij hebt het over karpers en eten. Ja, op een gegeven moment komen ze dus jouw haakaas tegen. Ja. Als je zoveel voert, dan neem ik aan dat je met een onderlijn vist die misschien iets afwijkt van de normale visserij, maar omdat je zoveel voert en de beweging van de karper over de voerstek, dat je die wellicht wat korter wilt hebben. Ja, het was een vrij harde bodem, dus er waren veel schone plekjes te vinden. Ja, daarvoor kies ik persoonlijk altijd gewoon voor een korte onderlijn, eigenlijk het liefst een combi-onderlijntje met een inline loodje. Zodat de inhaking ook echt gewoon direct is, zonder dat daar nog de speling van een wartel tussen zit. En omdat we bepaalde stekken wat gespreider aanvoerden en daar ook veel aanbeten op kregen, bleven we gewoon voeren. En we merkten ook echt aan de runs dat de vis gewoon vol op het voeren zaten. Kregen eigenlijk gewoon heel veel volle fluiters, zeg maar. Dus het was pakken en hangen. En dat heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Hoppa! Oké, dus korte onderlijntjes, goed aas, scherpe rigs en gaan met die banaan. Ja. Ik heb ook begrepen uit het gesprek wat wij eerder eventjes hadden voorafgaand dit interview, dat jij ook nog halverwege de week op een water ernaast bent begonnen. Ja, Mark heeft twee waters, Valley Lake 1, Valley Lake 2, super waters, mooie faciliteit, je zit daar echt gewoon op je gemak, echt gewoon top. En we wilden toch eigenlijk allebei als koppel iets meer ruimte om te vissen. We zaten nu allebei op water 1, allebei de koppels. En omdat op water 2 niemand zat, wilden we eigenlijk ook die mogelijkheid benutten. Dat zijn we de eerste keer flink gaan voorvoeren. Ook echt gewoon 25 kilo gewoon gespreid over een strook. Sorry jongens, dat gebeurt. Maar die 25 kilo die ging dus ook op het tweede water. Die 25 kilo ging op het tweede water. Nou, na de helft van de week zijn wij eigenlijk verkast naar water 2. Zodat Bart en Thomas vrij spel hadden op water 1. En wij eigenlijk vrij spel op water 2. En ik denk dat uiteindelijk, na van aantal weken vorderde dat hij echt zijn vrucht heeft afgeworpen. Aantal vissen, grote vissen? Ja, eigenlijk, ik was bijna de tel kwijt de eerste nacht. Ik ben 's ochtends om 6 uur begonnen met inpakken en de volgende dag om 6:30 ging ik op mijn stretcher zitten. Dus je moet even nachtje doorgaan. Ja, bizar. Ja, lekker man. Oké. Nou, Teun, fantastisch hoe jullie het hebben gehad met die ProLine boys. Ik zat ook echt te genieten op Insta. Niet normaal. Ik zal nu even wat reels allemaal eronder zetten en filmpjes die ze hebben gemaakt. Het is een gigantisch mooi blauw water. Ja, ik kan me voorstellen prachtig. Dat je je daar echt in een waanzinnige omgeving... Ja, zeker. Je zit daar heerlijk rustig. Je hebt eigenlijk van geen verkeer last. Je zit daar gewoon echt heel mooi. Ja. En we hebben daar gewoon een hele week of 5 dagen lang echt genoten van onze visserij. Ja. En we vissen normaal eigenlijk bijna altijd allemaal openbaar. En dit was toch wel echt een mooie eye-opener. Dat betaalwater ook echt gewoon leuk kan zijn. Je kunt leuk vangen, echt prachtige vissen. Ik denk echt dat dat een leerpunt is voor velen. Ik bedoel, ik was zelf vroeger ook altijd van het openbaar. Joh, ik vis voor een paar tientjes openbaar, betaalwater veel te duur. Ja. Ja, dat is gewoon echt niet zo. Ik denk dat je echt waar voor je geld krijgt. Het is vaak super goed gefaciliteerd. Ja. Wc's, douches, toilet, je zit veilig. Wat tegenwoordig ook steeds een stukje onzekerheid met zich meebrengt als je naar Frankrijk gaat.
Ik denk dat we wel echt als een leermoment voor jouzelf ook van, en ik heb dat zelf ook ervaren hoor, Teun. Betaalwater zijn echt wel relaxed. Zeker. Je zoekt gewoon zeker een mooi water uit. Ja, ja, in dit geval Carp Valley Lake, volgens mij echt super mooi water. Ja, echt super. Ik heb echt zitten van geniet. Ik vind sowieso dat azuurblauwe water, ja, als je dat ziet. Bizar. Ja, bizar. Gaaf. Nou, laatste leerpunt, hè, daar hebben wij het net even over gehad. Ja, we hebben natuurlijk... Ja, jij hebt een beetje verzaakt, je was af en toe iets te langzaam. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk bij zo'n sessie... Bijvoorbeeld week je bollen voor, heeft gewoon echt effect. Die vis denkt dat er bollies in het water liggen die in principe al langer onder water liggen. Dus die komen vertrouwder over. En heel belangrijk, vooral op een water als het echt loopt, openbaar betaalwater, zorg altijd dat er een hengel klaar staat voor als je bait hebt gehad. Stel, het loopt en je krijgt de ene run naar de andere run. Je verliest gewoon tijd om vervolgens een hengel op de kant te gaan klaarmaken en een andere onderlijner aan te hangen. Als je die gewoon klaar hebt staan, je schept de vis, je hangt hem in een zak, je vaart eerst die hengel uit. Dan ga je in zo'n sessie gewoon extra... Vis kan eventjes op adem komen. Juist. Je kunt daarna rustig je camera spullen klaarzetten. Je hoeft niet te stressen. Je moet gewoon weer eerst zorgen dat die hengel in ligt. Dan ga je ook gewoon meer vissen vangen. Ja. Ja, Teun, er is mij niks anders te zeggen dan dat ik heel erg veel zin heb om ook te gaan vissen. Ja, dat geloof ik. Nou, Teun en ik zijn dat nu dus aan het doen. We zitten op een prachtig water hier in België. Ja. En we hebben helaas nog niks gevangen, maar het is desondanks super gezellig. Zeker. Jongens, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tips en ook aan het waanzinnige verhaal. Want het is niet normaal wat er op de kant is gekomen. Hè? Echt bizar. Ja, leuk. Zoals jullie in deze video voorbij gaan zien komen, ja, is echt... Ja, jongens, willen jullie nou nog wat meer weten over het Aason ProLine? ProLine heeft een gigantisch team. Ze zitten overal en nergens. Schroom niet. Slijt in de DM's van de gasten. Je kan ProLine een berichtje sturen. Zeker. Kijk op de social media pagina's van de jongens. Volg ze. En ik denk dat we dit vaker moeten doen. Want echt wat jullie allemaal meemaken qua vangsten en visserijen. Daar willen wij absoluut meer van weten. Dus dat gaan we gauw nog eens een keertje overdoen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende video, jongens.